Act to Make an Impact is a video podcast series about positive change in the fashion industry, talking with everyone who can make an impact, from consumers to politicians. This episode we will answer the question, how to resist all temptations of the fashion industry with defining your identity. Hallo dames, dank jullie wel voor jullie komst. Welkom bij Act to Make an Impact. En we gaan het vooral hebben vandaag natuurlijk over het maken van een positieve impact. Maar we gaan het ook hebben over de kledingindustrie. En dan vooral allebei vanuit jullie eigen perspectief. Want Kiara, jij bent beter bekend als Indiaan in je kast. Je bent stijlcoach. En Anna, jij bent tv-presentatrice, wetenschapsjournaliste. En eigenlijk zit jij hier vandaag ook als consument. En ik vond dat heel interessant, want ja, de kledingindustrie... Het is een behoorlijk complexe wereld, kunnen we wel stellen. Dus er liggen ontzettend veel uitdagingen. En de vraag is eigenlijk, hoe kun jij als consument nou een positieve impact maken? En volgens mij kunnen wij hier met z'n drietjes heel goed uitkomen. En kunnen we hopelijk onze volgers ook op een positieve manier inspireren om een positieve impact te maken. Dus Kiara, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wie ben je, wat doe je en op welke manier probeer jij een positieve impact te maken? Ik ben stijlcoach in het dagelijks leven en ik ben spreker. Dat betekent dat ik bij vrouwen thuis kom om ze te helpen om hun stijl te vinden. Om te koesteren wat ze op dat moment in hun kledingkast hebben. En ook te kijken heel erg naar hun identiteit. Van ja, past dat eigenlijk wel wat ze in de kledingkast hebben? Ook doe ik dat door middel van workshops, dus dan... Zit je wat veiliger in een groep, zeg maar. En dan hebben we het eigenlijk over dezelfde onderwerpen. En als spreker doe ik dat in grotere zalen of bij modeopleidingen. En dan vertel ik ook weer van hoe jij eigenlijk heel simpel, want daar hou ik van, gewoon heel makkelijk, hoe kun jij stappen zetten in het vinden van een identiteit? Hoe vertaal je dat in je kledingkast? En ja, als vrouwen dat willen, dan ga ik echt nog heel diep in op dat stukje duurzaamheid. Maar eigenlijk vind ik dat je al met hele kleine stappen... duurzaamheid in je kledingkast kan toepassen. Dus dat gaat om inspiratie en om te laten zien dat kleding en heel tof kan zijn, maar ook dat je daar dus lief mee kunt zijn voor je omgeving en de mensen om je heen. Mooi. En daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat jouw definitie is van impact maken. Nou, ik moet zeggen, ik sla eigenlijk meteen heel erg aan op jouw verhaal. Omdat ik herken is dat er nu een soort tendens is... dat mensen het gevoel hebben van, oh, ik moet constant vernieuwen. Dus ik moet constant iets nieuws doen. Ik moet constant afzetten tegen wat op dit moment de trend is. En dan wil ik me weer onderscheiden. Terwijl, als ik jou zo goed hoor, dan is het dus heel goed om je eigen unieke persoonlijkheid te definiëren. Zodat je misschien niet zo geprikkeld wordt om constant... mee te gaan met wat iedereen eigenlijk voelt. Dus dat herken ik heel erg. Nou ja, ik had er nog niet op die manier naar gekeken, dus les 1 voor mij. Maar impact is denk ik ook iets heel persoonlijks. Ik ben geen ondernemer, zoals jij er bijvoorbeeld wel bent. Maar ik gebruik mijn... Ik ben zichtbaar als presentatrice. En ik kan daarmee dus mensen laten zien van dit zijn de mogelijkheden. Dus dat is eigenlijk voor mij is het vertellen van een verhaal. Hoe ik probeer impact te maken. Dus om mensen te laten zien dit zijn de mogelijkheden. Zo kan je erin staan. Maar voor iedereen is het persoonlijk wat zijn of haar talent is. En hoe je dat in kan zetten om in ieder geval een goede stap in de goede richting te zetten. Dus ik denk dat het goed is om te definiëren van wat is de richting die we in willen. De mensen hier om jou heen weten dat volgens mij wel. Maar voor heel veel mensen is dat nog een vraagteken. En dan moet je kijken, wie ben ik en wat kan ik doen om één stapje te zetten. Je hoeft niet de hele wereld te veranderen, maar zet een stap of laat een andere zien wat jij wil en kan. Nou, dat vind ik heel mooi. En volgens mij sluit het ook heel erg aan op wat jij doet, hè, Kiara. Dat is precies eigenlijk wat jij doet. Jij helpt eigenlijk vrouwen en misschien ook mannen om te vinden wie ben jij nou eigenlijk. En hoe ga ik mijzelf laten zien op een manier die bij mij past. En hoe voorkom je die verleidingen? Ja, dat vind ik ook weer heel leuk wat jij zegt. Want zo zeg ik het ook. Van je kledingkast is je levenswerk. En ieder leven is anders. En ook dat opbouwen van die kledingkast. Je begint al op vrij jonge leeftijd met het opbouwen van een kledingkast. Ongeveer je 18e ben je uitgegroeid. Krijg je eerste centjes. Je sociaal leven gaat zich ontwikkelen. Je gaat misschien studeren of je gaat werken. En zo kabbel je dan helemaal door. En dat is jouw kledingkast. Wat jouw identiteit die zich ontwikkelt. Jouw kledingkast ontwikkelt zich heel erg mee. Dus het is echt jouw verhaal. En probeer daarbij te blijven.
En dat uit te dragen, dus het innerlijk uit te dragen met je kleding. Dus dat is inderdaad ontzettend persoonlijk. En probeer dat ook vast te houden. Want er zijn allemaal verleidingen van nou ja, media, groepen waar je in komt, banen waar misschien een soort kledingcultuur omheen hangt. Ja, probeer toch zo dicht mogelijk te kijken van nou ja, wat wil ik laten zien van mezelf? Wat wil ik benadrukken van mezelf? En dat ga ik dan met kleding doen. Dan heb ik daar wel meteen een vraag over, als ik dat even mag doen. Nou ja, want ik denk wel dat iedereen, als persoonlijkheid ontwikkel je je natuurlijk ook. Als ik kijk wie ik 10 jaar geleden was, dan was ik iemand anders dan wie ik nu ben. En dan paste daar misschien ook een andere stijl bij. Maar hoe zorg je dan dat je eigenlijk op tijd erachter komt? Of denk jij dat iedereen een soort eigen stijl heeft die gewoon ingebakken zit? Of? Nee, dat ontwikkelt zich. Identiteit ontwikkelt zich. Kledingkast ontwikkelt zich. Dus als je bijvoorbeeld, een voorbeeld. Madonna-tijdperk heb ik gehad. Dat ik inderdaad allemaal Madonna-shirtjes ging verzamelen. En ik heb een tijd in een corporate omgeving gezeten. Nou, dan droeg ik echt een pak zoals wat jij nu aan hebt. Maar dan met mijn Madonna-shirt. Terwijl ik dat misschien 10 jaar daarvoor echt droeg met een spijker iets. Dus je kan kijken naar stoffen van, of naar kledingstukken als stoffen van, goh, welke fases je ook ingaat, hoeveel laat je daarvan zien? Wordt het een detail of wordt het echt out there, zeg maar? Ja. En natuurlijk zijn er bepaalde items waar je wat minder mee kan. Nou, dat zou je dan kunnen laten vermaken of kunnen ruilen of iemand anders heel blij mee kunnen maken. Maar over het algemeen zijn er wel een heleboel items die je, en dat is dus ook echt dat stylen wat ik doe, die je gewoon echt wel heel lang mee kan nemen. Ja. En dat is misschien ook wel iets heel moois, dat de ontwikkeling van je garderobe, die loopt eigenlijk gewoon samen met de ontwikkeling van je identiteit. Dat is een proces, dat gaat niet van de een op andere dag. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat je gaat voor een duurzame garderobe met kledingstukken die tijdloos zijn. Want ze moeten wel bij je passen, maar ze moeten ook lang kunnen meegaan en ook in kwaliteit natuurlijk. En Anne geeft aan, mijn uitdaging is om toch mezelf elke keer te laten zien op een manier die bij mij past. Want mijn smaak verandert. Maar zijn er nog meer uitdagingen? Want je staat natuurlijk regelmatig bij vrouwen thuis voor de kast. En wat zijn nou de uitdagingen en welke tips heb jij daar dan voor? Een van de grootste uitdagingen vind ik inderdaad het bij jezelf durven en kunnen blijven. En wat ik daar heel groot aspect in vind is schaamte. Schaamte om te durven laten zien waar je eigenlijk heel blij mee bent, waar je eigenlijk heel trots op bent. Een beetje dat kop boven het maaiveld door een opmerking die ooit een keer gemaakt is door een collega of door een vriendje of een vriendin of iemand binnen de familie. En dat aspect van, ik wil wel, maar ik durf niet. Dat vind ik heel ingewikkeld. Ook richting duurzaam gedrag, niet duurzaam gedrag. Ik vind eigenlijk toch een bepaalde fast fashion winkel heel erg leuk. Maar kan ik dat nog hardop zeggen? En wat zeg jij dan? Want ik denk dat heel veel mensen die kijken en luisteren dat ook hebben. Die denken, ik wil bewuster consumeren. Ik koop al minder, maar ik zou toch heel blij zijn en dat shirt heel vaak dragen als ik het daar koop. Wat zeg jij dan? Ja, mijn visie, mijn motto daarin is, kijk naar wat er al wel is. Wat je al wel doet. En vergelijk je niet te veel met anderen. Kijk naar elke kleine stap die jij doet. En dat hoeft dan op kledinggedrag of op eten of op welk gebied ook van duurzaamheid. Er zijn zoveel aspecten. En tuurlijk, mijn passie is kleding en mode en... Maar mijn gesprekken, dat gaat natuurlijk breder. Kijk naar wat je wel al doet. En niet kijken naar, wat zou ik allemaal moeten doen? Ik doe het nog niet goed genoeg. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat voelen. Ja. Nee. Heb jij dat ook? Jawel, want ik merk dat ik dus ook bijna als soort trend, dat ik de hele tijd weer iets nieuws van mezelf vraag. Dus ik ben dan nu heel erg met kleding bezig, maar ik vind het ook nog steeds moeilijk om niet bijvoorbeeld schoenen, weet je wel. Ja, ik koop gewoon, als ik al schoenen in mijn maat kan vinden, ik heb nogal grote schoenen, dan koop ik ze gewoon meteen. En ik moet heel erg zeggen dat deze pumps bijvoorbeeld, die paste ik, toen heb ik meteen in 3 kleuren gekocht. Ja. Gewoon omdat ik dacht, de kans dat ik ze tegenkom in mijn maat
is gewoon zo klein. En daar vind ik dan wel iets van mezelf. Dus ik merk wel dat ik heel kritisch ben. Maar aan de andere kant denk ik, ja, er zijn bepaalde offers die ik makkelijk kan brengen. En bepaalde offers die voor mij moeilijker zijn. En dus dat wat ik kan, probeer ik te doen. Ja. En inderdaad niet tegen mezelf zeggen van, hey, loser, doe nog eens wat. Ja. Want dat heeft eigenlijk ook helemaal geen zin. En wat, of jij wilde nog even... Ja, nou, ik wilde over die schoenen ook zeggen van, ja, maar daar ben je dus al heel bewust mee bezig. Ja. Jij bent al heel erg aan het nadenken van, oh ja, ik wil er tof uitzien. En eigenlijk is het ook gewoon van, zoals kleding voor mij is, je moet het moet je ondersteunen en het moet je zelfs versterken. Ja. En als jij met die schoenen jouw werk... En eigenlijk alle rollen die jij, waarbij je ze aantrekt, fantastisch kan volbrengen. Dan, en je denkt er zo over na. Ja. Come on, buy them. Dat is ook een manier van duurzaam bezig zijn. Dat is gewoon eigenlijk de definitie, de essentie van bewust consumeren. Ja. En als jij iets bewust koopt, wat ga je dan doen? Je waardeert het zo erg. Dus je gaat je schoenen beter verzorgen. En als het gaat om je shirt, je gaat het goed wassen. Ja. Hè, je bent er heel zuinig op. En je gaat er alles eigenlijk aan doen om je outfit ermee te matchen. En te zorgen dat je het zo lang mogelijk bij je kan dragen. Ja. En ik denk dat dat ook een hele mooie manier is van duurzaam consumeren. En dat doe je dus eigenlijk al heel goed. Ja, ik probeer het wel. Ja, heel zeker. Goed. En wat heb jij nodig eigenlijk om dat het jou makkelijker wordt gemaakt? Kennis. Maar ik geloof heilig in kennis, anders was ik geen wetenschapsjournalist geworden. mogelijkheden. Maar toch voorbeelden. Ik merk dat ik wel heel veel kracht put uit mensen die met dezelfde dingen worstelen. Ik zit niet in een vriendengroep die daar heel erg bewust mee bezig is. Dus als ik dan jullie hoor praten, denk ik, oh fijn, jullie hebben ook die struggles. En jullie hebben er ook al over nagedacht. En het is niet erg, denk ik, om zoekende te zijn. Dus het is niet erg als je het soms even niet weet. Of het is niet erg als je inderdaad soms even de mist in gaat. Maar ik vind het heel prettig om te zien, dit zijn de mogelijkheden. Als ik iets nieuws wil kopen, dan moet ik daar zijn. Want dat zijn betrouwbare merken die het beste voor hebben. Ik zit niet in de mode. Ik heb niet dat ingebakken stijl icoontje. Dus ik vind het toch lekker om te zien hoe andere mensen dat doen. En dan te kijken van, oké, hoe combineer jij tweedehands spullen met eerstehands? En hoe kan ik leren? Hoe kan ik misschien nog nieuwe inspiratie in mijn eigen kledingkast vinden? Gewoon puur door te kijken naar wat iemand anders aan heeft. Ja. Nou, maar dat is dus aan de ene kant kijken naar wat je al hebt. Maar ook kijken naar wat anderen doen op een positieve manier. Maar ook ik hoor je ook over kennis. Ja. Praten. Jij denkt toch dat het belangrijk is dat mensen meer weten. Ja, welke kennis heb jij dan nodig? Wat wil jij weten? Merk die goed is? Of... Ja, want ik vind absoluut, ik geloof heilig dat positieve berichtgeving het allerbelangrijkste is. Dat ik merk dat ik zit zelf dan veel meer in de technologiehoek en in de klimaatproblematiek. Dus ik merk dat zodra je iets op een negatieve manier brengt, van je mag dit niet en je mag dat niet en je doet het verkeerd, dan hebben mensen geen zin om met jouw beweging mee te gaan. Omdat dan denken ze, ja, maar jullie zijn alleen maar aan het zeiken. Terwijl, dat is ook zo. En iedereen wil een positief gevoel. En kleding is bij uitstek iets wat je denk ik een positief gevoel kan geven. Dus laat zien hoe het wel kan. Laat zien van, ik ben trots op, weet je, ik heb nu een super vet pak aan. En dat staat ergens voor. Dat staat voor een betere wereld en meer fair trade. En dan, dat vind ik lekker. Dat ik trots kan zijn op wat ik draag. In plaats van dat ik... misschien denk van, oh ja, maar ik heb nu iets gekocht, maar dat is eigenlijk hartstikke, daar is van alles aan vooraf gegaan, waar ik mijn ogen liever voor afsluit. Dus laten zien, wat is duurzaam, wat is fair trade, toch bijna een soort van stempels op merken. Ja, ik hoorde het ook al eerder in gesprekken, het zou de consument gewoon een stukje makkelijker gemaakt worden als er toch ergens duidelijker op een label staat van, hé, dit is goed of dit is minder goed. Ja. Kiara, merk jij dit ook bij andere vrouwen? Want natuurlijk is het jouw werk om ervoor te zorgen dat de vrouwen minder gaan kopen. Om te kijken wat ze al hebben. Maar natuurlijk kan het ook voorkomen dat er toch nog dingen wel gekocht moeten gaan worden. Ja. Wat adviseer jij hun dan en hoe moeten ze dat gaan doen? Ja, nou eerst winkelen je eigen kast dus. En kijken van wat zit daar? Wat kan er wel? Wat kan er niet meer? Wat past niet meer? En dan inderdaad kijken buiten je kledingkast te winkelen. Wat zijn daar de mogelijkheden? Wat past bij jou? Past het bij jou om tweedehands te gaan kijken, of vintage, of te lenen, of te ruilen? Of ben je inderdaad fan van mooie kwaliteits, duurzame merken?
Ja, en daar dan heel gericht op adviseren. Van ja, wat is er? Hoeveel heb je te besteden? En dan ook, ja, dus het hele shoppingproces. Ik organiseer bijvoorbeeld duurzame shoppingroutes. Nou, dat is niet, we gaan een winkel in en ik vertel je wat ze verkopen. Nee, dat is eerst een uren lezing van mij. Van, ja, echt de hele psychologie daarachter. Ja, brengen van kennis, mijn eigen verhalen vertellen. Want ik heb natuurlijk ook een hele tijd gehad dat ik wel duurzaam opgevoed, maar ook verleid door de fast fashion. Dus mijn eigen weg daarin. En dat inderdaad te vertellen aan de mensen. Van, nou ja, wel persoonlijk, wel gericht. Maar wel what's out there. Ja. Hoe tof kan het zijn? En is het zo dat jij uiteindelijk dit pad hebt gekozen? De hele persoonlijke benadering, want je bent een coach in die zin. Ja. Is dat zo omdat het jou zelf geholpen heeft om uiteindelijk al die verleidingen te kunnen weerstaan? Ja. Nou, ik geloof wat dat betreft ook heel erg in een duurzame aanpak. Ik geloof echt dat als je een gesprek aangaat tussen twee verschillende mensen, dus echt het verhaal horen van iemand van dit is waarom ik die keuzes maak. En dan zeg ik ook van ik heb al zoveel gehoord, ik wil nul schaamte. Ik wil dat jij alles vertelt. En dan pas kan ik jou helpen en ook reëel helpen. Dus niet van oh ja, nou over 2 weken heb je een duurzame kledingkast. Nee, dat zeg ik ook. Je kledingkast is je levenswerk. Bij jou gaat het over 10 jaar pas werken, want gezien je budget, ja, gezien de tijd die je eraan wilt besteden, gezien de fase waarin je nu zit qua drukte van je werk of whatever. Dus ik wil ook reëel een beeld schetsen van ja, als jij er zoveel tijd per jaar in steekt, dan zul je uiteindelijk daar en daar komen. En kijk eens waar je dan vandaan gekomen bent. En dat vind ik interessant. Ik vind het niet interessant om het puur over, terwijl ja, het is mijn persoonlijke voorliefde, stoffen, pasvormen, ambacht. Maar uiteindelijk is het iets, ja, het is maar kleding. Mm-hmm. Net als, ja, 's ochtends staat op, doucht, eet, kleding. Maar daarna begint het leven in de zin van, welke rollen heb je allemaal? En dat moet je gewoon kunnen doen door middel van wat je aan hebt. Mm-hmm. En dat moet je helpen en niet tegenzitten. En dat helemaal, dus dat hele psychologische stuk erachter, dat vind ik het interessant maken. Vind ik ook. Het is een, ik denk dat ook dat de reden is waarom ik nog steeds ja, heel erg word geïnspireerd door iedereen die impact wil maken. Omdat iedereen echt vanuit zijn persoonlijke missie en vanuit een bepaald bewustzijn aan het handelen is. Want jij zegt net, die gesprekken, die kun je dus ook met jezelf voeren. En dat gaat het over dat bewustzijn. En ik denk als we met z'n allen sowieso al met onze voet op het rempedaal gaan drukken, dan krijg je ook meer tijd om dat te doen. Je geeft jezelf meer ruimte om na te denken. En om dus om dichter bij jezelf te komen. En dus te zien wat je eigenlijk allemaal niet hoeft te kopen. Ik wil eigenlijk wel een kleine voorspelling van de toekomst. En dat wil ik eigenlijk wel heel graag aan jou vragen. Als wetenschapper. Nee, ik denk daar heel veel over na. Als ik nadenk over hoe dan de kledingindustrie eruit moet gaan zien. Nou, een paar dingen. Ik zie hele positieve dingen in nieuwe materialen. Dus bijvoorbeeld een paar weken geleden een meisje gesproken. Een vrouw, een Nederlandse vrouw. En heeft een materiaal ontwikkeld. Vergelijkbaar met eigenlijk alle tencel-achtige dingen. Van koeienmest gemaakt. En zij heeft daar een soort vezel uit weten te halen. Nou, dat kan dus gewoon een stof worden. Nou, er zijn op dit moment bijvoorbeeld alleen al in China zijn zoveel koeienstallen. Daar kan je zoveel mest en zoveel stof van maken. Dan heb je gewoon een soort circulaire economie. Ja. Heel erg mooi. Ik zie sowieso steeds meer technologie die echt op een positieve manier wordt ingezet. Er is heel veel bewustwording ook over hoe schadelijk katoen eigenlijk is. Fairtrade is in dat opzicht misschien nog wel minstens zo moeilijk. Maar wat ik ook heel erg hoop, en ik hoop dat daar de economie zich naar gaat voegen, is dat we producten die geconsumeerd worden duurder maken en dat we dienstverlening goedkoper gaan maken. Dus ik weet dat ze dat in Scandinavië hebben ze dat gedaan, hebben ze de BTW eigenlijk van dienstverlening afgehaald. Dus een kledingmaker wordt goedkoper en een product, dus een kledingstuk, wordt duurder. Ja. Waardoor je, dat is iets wat ik heel graag zou zien veranderen, is dat het voordeliger is om mijn kleding te laten vermaken dan dat ik iets nieuws moet kopen. Dus dat hoop ik voor de toekomst en ik denk dat dat wel haalbaar is. Dat is gewoon een kwestie van, ja, maatschappelijke inzicht en transformatie.
Ja, want je hebt het nu inderdaad over een transformatie. En jij hebt nu natuurlijk heel erg gekeken vanuit jouw perspectief op technologie en de markt. Waar denk jij dat die transformatie vanuit de consument gaat komen? Nou, ik wil toch ook even aansluiten op wat jij zegt. Ja. Wat ik heel erg zie en hoop dat zich dat gaat ontwikkelen, dat iedereen zich verantwoordelijk gaat voelen. Want wat ik nog steeds wel heel erg veel zie is dat er heel erg gesproken wordt over zij en wij. Uiteindelijk zie ik het zo dat bijvoorbeeld de overheid, ja, dat zijn ook allemaal poppetjes, zijn ook allemaal consumenten. Net zo goed als dat ik als consument misschien wel een verschil kan maken met zo'n beweging. Ja, dat ik op tv kom of opeens in de kamer sta en mijn verhaal loop te vertellen. Dus ik wil echt heel erg nog meer dat ieder individu die verantwoordelijkheid zelf neemt en zich realiseert van ja, ik sta 's ochtends voor mijn kledingkast. Mm. Ook ik sta hier met kleding mijn werk te doen, wat dat werk ook is, mijn rol uit te oefenen. En dat je dan krijgt dat, omdat iedereen die verantwoordelijkheid voelt, dat er veel meer nog wordt samengewerkt en veel meer wordt gewerkt naar hetzelfde doel. Ja, want ja, iedereen wil uiteindelijk die fijne leefomgeving. Zeker, iedereen heeft de juiste intenties, neem ik aan. Iedereen heeft de juiste intenties. Ja. Iedereen zou het eigenlijk goed willen doen, maar misschien realiseert niet iedereen zich welke invloed je eigenlijk hebt. Dat en dat je wel degelijk impact kan maken als consument. Absoluut. Of als wetenschapsjournalist of whatever. Ja. Maar dat, hoe klein dan ook. Ja. En ik denk dat misschien dat collectief bewustzijn waar we nu eigenlijk over hebben van joh, natuurlijk moet de overheid ons helpen en natuurlijk moet de markt innoveren om het ons allemaal gemakkelijker te maken. Maar tot die tijd hoeven we niet te wachten. Ja. Nee, en ik denk dat daar, dat is hetzelfde als met geen vlees eten één dag. Dat je inderdaad, en dit heb ik van jou geleerd volgens mij, dat iedere euro die je uitgeeft en besteedt aan een kledingstuk, daarmee stem je op dat bedrijf. Ja. En dat vond ik zo, dat geeft mij heel veel houvast. In de documentaire The Positive Chain of Change. Ja. Kijk hem. Daar heb ik zelf heel erg veel aan, omdat dat voelt net als een dag geen vlees eten. Zo van, nou, ik heb toch één dag minder, weet je wel. En ik heb toch één euro meer besteed aan een markt waarvan ik hoop dat die groeit. Ja. Dus dat is volgens mij wat je zelf kan doen. Heel mooi. En dan wil ik afsluiten met, hebben jullie nog één tip of één quote of één mooie zin, ding, iets wat jullie willen zeggen tegen de mensen die kijken en luisteren, waarvan jij denkt, nou hier hebben ze iets aan, hier op deze manier kunnen zij impact maken? Ja, vind datgene waar je passioneel over bent in je eigen leven en ga daarmee kijken waarmee jij een verschil kan maken. Dus één dingetje waar je echt nu al van denkt van of het nou een hobby is, of een bezigheid, of inderdaad iets wat je heel graag koopt, dat je je daar even in gaat verdiepen en gaat denken van hoe kan ik dit iets duurzamer aanpakken. Als dat gewoon één stapje al is en één onderwerp waar je echt helemaal van denkt van yes, dan geloof ik dat, ja, als je dat zal volgen. Nou ja, het zet aan. Mm-hmm. Het doet iets met je. Mm-hmm. En het wordt niet onbereikbaar, want dat is iets waar je al heel veel over weet. Waar je al waarschijnlijk heel veel tijd aan besteedt, misschien ook wel heel veel geld. Dus ga daar eens in zoeken van, wat kan ik daarin veranderen? En gerelateerd aan kledingkast heb ik dus bijvoorbeeld klanten die zeggen, ja, ik ben echt helemaal dol op inderdaad bepaalde schoenen of bepaalde sokken of whatever. En dan zeg ik, oké, dan ga je daar nu in verdiepen. Wat is de marktleider op het gebied van tassen of die schoen? En ga daar eens kijken wat het verhaal erachter is, wat je daar interessant aan vindt, welke stap je erin kan zetten. En vergeet dan even verder die kledingkast, maar ga daar eens in duiken. Nou, dat vind ik een hele mooie tip. En jij? Ik heb er eigenlijk twee. Ten eerste is dus, wees positief en het kan wel en het helpt wel, ook al doe je iets minuscuuls. En ten tweede, ja, als je dit kijkt, dan hou je waarschijnlijk van mode, hou je dus van de trends en wil je een early adapter zijn. Over 30 of 50 jaar, dan zegt iedereen,
wat deden wij, weet je wel? We zijn helemaal van de pot gerukt geweest. Dat gaan we zeggen over de olieindustrie, dat gaan we zeggen over vlees eten, hoe we nu met dieren omgaan. En dat gaan we ook zeggen over de kledingindustrie. Nu komt de informatie op ons af. Dit is het moment om een early adapter te zijn en om gewoon te beseffen dat jij de wereld op een positieve manier kan veranderen. En je wil niet bij de losers horen die altijd hun ogen hebben afgeschermd. Dus... Zo, bijna tears in my eyes. Beter had ik hem niet kunnen afsluiten. Heel erg bedankt. Dank jullie wel. Dat was echt heel nice. Thank you for following our video podcast Act to Make an Impact. You can watch and listen all episodes on Spotify or YouTube. Let us know how you want to make an impact on our social media channels or go to momster.com/acttomakeanimpact and I hope you'll join us the next time. Bye-bye.